In deze les toon ik jullie hoe je Kodu kunt programmeren zodanig dat hij projectielen kan schieten naar andere objecten. Ik ga jullie ook tonen hoe je met een energiebalk kunt werken, hoe je energie kunt verliezen door geraakt te worden, maar ook hoe je energie kunt terugverdienen door bepaalde objecten of power-ups op te halen. Voor deze les heb ik al een kleine Kodu-wereld opgebouwd, zeer simpel in feite, ik heb enkel een groene vlak gemaakt, niet echt speciale dingen toegevoegd. Ik heb een codie object toegevoegd, en ik heb deze al geprogrammeerd, dat als ik de pijltjes toetsen gebruik, dat Kodi gaat bewegen. Ik heb bovendien ook al een aantal instellingen aangepast, zodanig dat de voorwaartse snelheid hoger wordt, en ook de voorwaartse versnelling hoger wordt, zodanig dat als ik Codie bestuur, dat die dat op een vlottere manier doet dan standaard het geval is. Om te weten hoeveel levenspunten Codu heeft, of om te even welke personage hij heeft, moet je naar de instellingen van dat object gaan kijken. Meer bepaald de instellingen, trefferpunten weergeven en maximum aantal trefferpunten. Trefferpunten weergeven zoals aangegeven, als je dit aanzet, dan ga je zien dat Codu een groene levensbal krijgt boven zijn hoofd, die aantoont hoe gezond uw object is, hoe meer schade hij oploopt hoe minder levenspunten hij heeft, en dat ga je ook zien dat in plaats van groen dat het dan oranje wordt, uiteindelijk rood, en als uw balk helemaal zwart is, dan ben je in feite dood, want dat geeft je personage helemaal geen trefferpunten meer. De hoeveelheid van uw trefferpunten wordt ook in de instellingen aangepast in de instelling maximum aantal trefferpunten. Je kunt zo gaan spelen met krachtiger, moeilijkere tegenstanders of makkelijkere tegenstanders door de aantal trefferpunten van die tegenstanders te gaan variëren. Als ik code je een beetje kans wil geven, dan geef ik hem hier een wat meer trefferpunten, zoals bijvoorbeeld hier 300. Je kunt ook in de instelling van je object bepalen hoeveel schade je object aanricht door een bepaald projectiel af te vuren. Die instellingen, die ga je hier terugvinden. En je gaat onmiddellijk zien dat je in de instellingen twee zaken kunt afschieten. In het eerste geval is dat een blip. En in het andere geval is dat een raket. En je ziet in de instelling blipschade en raketschade hoeveel schade jouw raket of jouw blip eigenlijk aanricht bij een tegenstander. Dan kan je eventueel op de help klikken om te zien wat dit precies doet. Nu, op zich laat ik het zo heel eventjes staan. Een blip laat ik op 5, eh, bereik natuurlijk op 35. Maar een blip schade zelf, die laat ik op 5, een raketschade raket schade op 50. En we gaan eventjes kijken nu hoe we kunnen programmeren dat we een bepaalde raket afschieten. Om een raket af te schieten of een blip af te schieten, dan moeten we natuurlijk ons code terug gaan programmeren. We gaan ook weer een toets van onze toetsenbord of een knop van een gamepad of wat je ook van plan bent te gaan toekennen aan het schieten van een object. Het voorwaarde natuurlijk zit terug bij de ALS. Ik heb hier geen gamepad staan, dus ik ga terug een toetsenbord kiezen. En ik ga de spatiebalk gaan koppelen aan de schietactie. De spatiebalk die vind ik onder diverse. En dan heb ik hier de spatie. Maar je kan natuurlijk onteven welke toets, letter, symbolen eh, koppelen aan een bepaalde actie. Wat gaat Codu nu moeten doen? Wel, die gaat iets moeten schieten. En hier zie je al direct de actie. Het schieten van een raket. En, um, het is eigenlijk nog geen raket om te bepalen wat er moet geschoten worden. Dan moet ik nog hier op het plusje klikken om eventueel te kunnen kiezen tussen een blip of te kiezen voor een raket. Nu, een blip op zich, die zijn sneller. Dat zijn snellere projectielen, maar die richten minder schade aan. Een raket, doorgaans, die geeft meer schade aan, maar die is iets, iets trager om af te vuren. Maar opnieuw, dat kan je in de instellingen volledig aanpassen zoals je zelf wilt. Dus laten we eventjes een raket afschieten met de spatiebalk. En laten we bijvoorbeeld een andere knop kiezen om een blip af te schieten. En de blip, dat zal ik met de letter B doen bijvoorbeeld. Hier ga ik ook weer iets laten afvuren, terug op het plusje en een blip kiezen. Laten we eens kijken wat dit geeft. Als ik op mijn spatiebal klik, dan wordt een raket afgeschoten. En je gaat zien dat daar wel wat tijd tussen zit. Ik kan niet uh, heel veel raketten achter elkaar schieten. Dat gaat niet. Met een blip kan dat wel. Dus je ziet dat ik, als ik op mijn B-knop nu duw, dat ik ook mijn B-knop kan blijven induwen en dat er een hele reeks blips eigenlijk gaan volgen en dat ik zo in feite een soort mitraillet-effect kan voorzien. Je kunt natuurlijk zelf helemaal bepalen hoe je je raketten en je blips afschiet. Je kunt zelf de snelheid bepalen, herlaadtijd die je nodig hebt, aantal raketten of blips die in de lucht blijven hangen, het bereik enzovoort. En dat doe je opnieuw in die instelling. Daar ga je er dus niks voor moeten programmeren. Dat kan je helemaal instellen per object. En hier zie je ze. Blip schade natuurlijk, hè? hoeveel schade gaat jouw blip veroorzaakt? Tijd om die blips opnieuw in te laden. Dat staat hier op 0,05, dus ik ga heel snel, ik zou heel snel blips moeten kunnen afschieten. En inderdaad, die blips, die worden een beetje als een mitraillet afgesloten, afgeschoten. Ik kan natuurlijk ook het bereik van die blips, schade, van die blips gaan aanpassen. Hoe ver gaan die blips in mijn wereld voordat die verdwijnen? De snelheid van dat die bewegen kan ik ook gaan aanpassen. En hoeveel ik er tegelijkertijd kan afvuren. Nu, bij raketten heb je net dezelfde opties. Naast de schade heb je ook weer die raketbereik enzovoort. Momenteel hebben we gezien dus dat ik heel traag mijn raketten afvuur. Ik wacht eigenlijk 3 seconden per keer dat ik een raket kan afvuren. Maar ik kan dat natuurlijk instellen, ik kan dat wijzigen en ik kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat mijn raketten sneller afgeschoten worden door die laadtijd te verminderen. Zo bijvoorbeeld. Waardoor ik nu de mogelijkheid heb om mijn raketten veel sneller achter elkaar af te vuren. Elke halve seconde wordt eentje afgevuurd. De snelheid kan je ook instellen van je projectielen, dat kan ook handig zijn. Stel dat je raketten niet snel genoeg gaan, dan zou je in feite de raketsnelheid kunnen verhogen, zodanig dat de raketten nu veel sneller, veel sneller afgesloten worden. En je ziet ze ook hier gaan ja, natuurlijk. Ze hebben een veel hogere snelheid en zijn dus bij gevolg ook moeilijker om te ontwijken. Ik moet nu natuurlijk een tegenstander voorzien in mijn wereld. Ik moet ergens een tweede object plaatsen waar ik naartoe kan schieten en die object ook naar mij moet schieten. We gaan daar een automatische robot van maken, uh, zodanig, door uh, wat te programmeren, zodanig dat we geen tweede speler nodig hebben om ons spel te spelen. Hou rekening mee dat niet elk object raketten kan afschieten. Een rover bijvoorbeeld, als je gaat kijken naar hoe je die programmeert. Wel, dan kan je in de do. Sectie, ga je zien dat je hier geen vechtsmogelijkheid hebt. Ik heb dus niet de mogelijkheid met een rover om een bepaald projectiel af te schieten. Hou dus rekening mee dat bepaalde objecten daar niet voor geschikt zijn. We gaan, kwestie van zeker in het uh, thema te blijven, een kanon voorzien. Kanon kan natuurlijk wel gaan, uh, gaan schieten, projectielen, voilà. Als volgt. We gaan die eventjes goed zetten. En we gaan natuurlijk ons kanon ook voorzien van een trefferbalk. Dus we gaan naar de instellingen. We gaan eventjes kijken uh, naar zijn aantal trefferpunten. We gaan die sowieso weergeven. En natuurlijk zie je hier het geval van de maximum aantal trefferpunten. Hier ga je een beetje moeten rekenen. Want wij weten uh, door in de instellingen van Cody te kijken dat elke raket 50 trefferpunten uh, af doet afnemen. Als je maar 50 trefferpunten hebt, hoef ik dit kanon maar één keer aan te raken om die kanon te vernietigen. Voilà, kanon is weg. Als ik natuurlijk nu het spel een beetje interessanter wil maken, ja, dan moet ik die kanon ook een beetje weerkracht hebben. Dat kan je natuurlijk door je trefferpunten van die kanon ook te gaan verhogen, of natuurlijk kun je er ook voor zorgen dat in de instellingen van Cody dat een raket minder schade maakt. Dus je kunt eigenlijk de twee. Kanten op. Eh, stel bijvoorbeeld dat je raketschade maar eh, 30 schade aanricht in plaats van 50. Ja, dan kan je dat zo instellen en dan ga je zien dat je in feite meer pogingen nodig hebt. Zie en telkens ik nu een raket afschiet en die wordt geraakt door die raket, Wel, dan verdwijnt of vermindert zijn eh, trefferbalk en op een bepaald moment is al zijn levenspunten kwijt en is het object vernietigd. We moeten nu natuurlijk ook zorgen voor een beetje weerstand. Het spel is op dit moment niet echt moeilijk, niet echt uitdagend en dus ook niet echt bijster interessant. Ik ga er dus voor zorgen dat mijn kanon een beetje weerstand biedt en eigenlijk probeert terug te schieten. En ik doe dat door die te programmeren. Hetzelfde principe als Codu. Ik moet een raket of een blip afschieten. Dus ik ga naar de doebalk, ik kies het menu schieten. En ik bepaal een blip of een raket, ik ga in dit geval een blip kiezen. Nu moeten we gaan kijken welke gebeurtenis moet gekoppeld worden aan het schieten. Want met andere woorden, wanneer gaat het kanon schieten? Dat moet natuurlijk helemaal geautomatiseerd worden. Het gaat immers om een computerbot die in feite altijd naar kodu moet schieten. Wat gaan we dus doen? We gaan ervoor zorgen dat ons uh, kanon altijd blijft schieten. En die altijd, gebeurtenis, die vind je bij meer. Die staat hier. Dat wil zeggen dat er altijd een bepaalde actie uitgevoerd wordt. Als ik mijn spel opstart, dan merk je dat ons kanon direct begint te schieten. Ja. Hij schiet nog niet bepaald naar Codu. Ik kan hier bewegen, ik kan hier, eh, gaan verplaatsen en ik kan zelf gaan schieten. Die kanon die blijft altijd vooruit schieten. Ook weer nog niet zo interessant. We gaan die kanon natuurlijk een beetje Moeilijker programma. Ik ga dus terug naar die programmeercode. Ja. Want naast het altijd schieten van een blip, zou ik graag hebben dat hij Cody probeert te volgen. Dat hij misschien op zijn plaats blijft staan. Hij hoeft daar niet per se niet te bewegen en te verplaatsen. Maar dat hij wel rond eruit zodanig dat hij Cody probeert te raken met zijn blips. Dus naast het altijd schieten van een blip, moet ik ervoor zorgen dat hij altijd ook naar Cody blijft kijken. En dat doe, doe ik op deze manier. Ik zorg ervoor dat de actie die ik wil uitvoeren gekoppeld wordt aan het kijken naar Codu. Dus als in dit geval mijn kanon kijkt en hij ziet Codu staan, wel dan ga ik hem laten draaien. En dan heb je als optie dat hij links of rechts draait, maar ook draait naar het bepaald doelobject. Ja? Als ik dit nu uitvoer, dan gaat mijn kanon nu in feite draaien en proberen om Codu te volgen. En om effectief code te proberen te raken. Ik kan die draaisnelheid natuurlijk van die kanon gaan verhogen. Om het nog een beetje moeilijker te maken in de instellingen. Uh, de draaisnelheid een beetje aanpassen. Zodanig uh, dat die kanon eigenlijk veel sneller kan draaien. En dat het voor mij moeilijker wordt om die kanon te gaan ontwijken. Het wordt dus nu al een heel stuk moeilijker om mijn spel uh, te kunnen spelen. Het is al veel uitdagender. En dat is natuurlijk gemakkelijker. En leuker om te spelen. Wat we nu gaan toevoegen zijn een aantal power-ups. Stel dat ik geraakt word, dan zou ik graag bepaalde objecten kunnen oppakken zodanig dat ik een vorm van energie terugkrijg, een bepaalde hoeveelheid energie terugkrijg. Laten we eens kijken hoe we dat kunnen doen. We gaan dus eerst een aantal objecten toevoegen die we kunnen gebruiken als healthpack, als pack, om trefferpunten. Terug te krijgen. En idealiter daarvoor is natuurlijk een hartje, maar je kunt ook ster of muntjes gebruiken. In feite maakt dat niet zo gek veel uit. Ik ga een drietal hartjes toevoegen en ik ga programmeren dat elk hart mij eh, pakt 10 trefferpunten, of misschien zelfs 20 trefferpunten, zal teruggeven. Hoe doe je dat? Wel vrij simpel. We moeten natuurlijk terug gaan programmeren. Net zoals met die appeltjes, gaan we een botsgebeurtenis moeten voorzien. Als je botst tegen een hartje, dan ga je het hartje moeten opeten natuurlijk, dat die verdwijnt van je speelveld. Maar je gaat ook moeten programmeren dat je energie bij krijgt. Dus, laten we eerst beginnen met het botsen. Die botsen, dat doen we natuurlijk met een object. Het hartje zit hier niet tussen meer. Hier niet tussen meer. En hier zit mijn hartje. Als ik dus bots met een hartje, ja, dan eet ik het op dan verdwijnt die hartje natuurlijk van het speelveld. Ja, het is een matpack, dus die mag in feite maar één keer gebruikt worden. Ik moet natuurlijk terug mijn botsgebeurtenis gaan bepalen met het object van een hartje die hier zat. En nu moet ik natuurlijk ervoor zorgen dat ik energie bij krijg. Ik ga dus hier naar mijn doen naar mijn acties en bij vecht heb je een optie om te helen. Je gaat namelijk terug de energie verhogen van je personage, van je karakter. Nu ga je bepalen met hoeveel punten je je karakter gaat helen. Ik ga hem heel wat helen, want ik kan heel wat punten verliezen, natuurlijk. Ik ga 50 punten gaan helen op zijn energiebalk. Bovendien moet ik ook gaan kiezen welk object geheeld wordt. Dat moet je niet vergeten, anders gebeurt er in feite niks. Want je kunt kiezen tussen jezelf helen als personage of het object helen waar je tegen botst. Uh, mocht bijvoorbeeld dat hartje schade opgelopen hebben, uh, maar meer bepaald eigenlijk, met andere personages kan je dat doen, als je bijvoorbeeld met multiplayer met twee of meer spelers werkt, dan kan je in feite hier andere spelers gaan helen op die manier. Nu in dit geval wil ik mij terug helen, laten we eventjes kijken, ik word eerst en vooral wat geraakt, Voilà. En ik ga op zoek naar een hartje, en als ik het hartje te pakken krijg, dan heb ik ineens weer 50 trefferpunten bij en zo zie je terug die trefferbalk die verhoogd wordt. Pas wel op, want die objecten, die hartjes, die kunnen natuurlijk wel uh, vernietigd worden door uw kanon. Maak ze dus onverwoestbaar.